dat ze hier heel veel extra bijen zitten. Kijk hier maar eens. Ze zitten helemaal niet op het broed of wat dan ook. Die houden zich daar gewoon op. Even eraf halen. Zo zien we ze graag de winter ingaan. Ruim bijen, weinig vroa, goed in het voer. Ruim in het voer. Ja. Een doos bakstenen, zo zwaar. Ja, nee, die hebben tot mei genoeg. Dan zouden we een heel slecht voorjaar hebben, deze hoeven we niet bij te voeren. Zo, roken we ze even naar beneden, doen we er een doek op. De doek doen we erop zodat de bovenkant afgesloten is, zodat er geen warmte circuleert via de bovenkant naar de buitenkanten. Die warmte die circuleert wel naar onderen, door de straatjes heen, naar onderen, maar niet via de ontsnapt niet via de bovenkant. De bijen zouden dat zelf normaal ook afdekken. Maar dat hoeven ze dan nu niet te doen en nou ja, die bijen die zijn dan over om andere dingen te doen. Het is niet zo dat die bijen het anders niet kunnen, maar het is gewoon zo dat die bijen dan energie over hebben om andere dingen te doen. En in de winter is dat eigenlijk niet zo interessant, maar in het voorjaar als het broednest weer begint en er juist weinig bijen zijn, omdat die in de winter natuurlijk ook overlijden, dan helpt ze dat enorm om een goede stap te maken. Doek. Doek even gat, als we dan moeten voeren, klappen we die open, kunnen we hier nog een pak voer op leggen. En dan gaat de deksel erop en de deksel bestaat weer uit een deksel waar stro en zaagsel in zit. Waar weer een deksel op zit met gaten. Die gaten zijn dicht, dat er geen muizen in kunnen en hier ventileert dan de vocht nog uit, maar natuurlijk geen warmte. De warmte willen we beneden houden.